Hey, goed dat je weer kijkt. Uh, hier weer een nieuwe video voor jou. Vermogen en energie, dat is waar we vandaag op in gaan zoomen. Het is de laatste paragraaf van uh, hoofdstuk 4 over de elektriciteit. Het is zeker niet de makkelijkste paragraaf, een van de moeilijkere, juist. Ik weet niet zo goed waarom uh, ze die op het laatst pas hebben geplakt. En het, uh, het heeft ook niet heel veel te maken met de vorige paragraaf. Het is echt weer iets nieuws. En uh, er komt zelfs een formule bij kijken die je moet, uh, moet gaan kennen voor de toets. Uh, mijn naam is meneer Ruitenberg. Uh, laten we erin gaan duiken. Maar zoals altijd gaan we eens kijken naar de doelen van de vorige keer. En de vorige keer zijn we bezig geweest met schakelsymbolen. En je moet uh, uh, de symbolen kunnen tekenen die, uh, die je gebruikt om een schakelschema te maken. Um, en je moet de symbolen ook kunnen benoemen. Nou, dat is een beetje hetzelfde. Hè? Dus als ik uh, dit teken, ik teken bijvoorbeeld uh, zoiets. Dan moet er in jouw hoofd een lampje gaan branden. Over welk symbool het is. Dit is namelijk het symbool van een batterij. Uh, nog eentje, heel belangrijk. Uh, dit. Wat zegt dit eigenlijk? Wat is dit? Nou, dit zijn de draden natuurlijk. En hier binnen zit het lampje. Nou, nog eentje. Bijvoorbeeld, je moet ook andersom kunnen. Dus als er staat: uh, teken een spanningsbron. Spanningsbron. Uh, spanningsbron. Nou, dat kan verschillende dingen wezen, dat uh, kan een stopcontact wezen. Uh, Vaak wordt het dan ook aangegeven. Hier zie je een stopcontact. En soms moet je geen spanningsbron tekenen, maar moet je een spanningsmeter tekenen. Een spanningsmeter. Nou, uh, wat meet een spanningsmeter? Het meet volt. Dus daar komt een hoofdletter V in van volt. En dat zijn allemaal dingen die je moet, uh, die je moet gaan kennen. Dus uh, dat, uh, dat was vorige week. Ook serie en parallel waren heel belangrijk. Iets met vertakkingen. En. Uh, ja, de een had het wel, de ander had het niet. Weet je het nog? Kijk anders de les terug als je het niet meer weet. Kun je ook een tekeningetje maken van een serie en een parallel schakeling? Kun je uitleggen waarom we normaal eigenlijk altijd parallel lampen en apparaten schakelen? In huis en in school en eigenlijk overal. Waarom doen we dat parallel? Er zijn drie redenen voor. Weet je ze nog? Of weet je er in ieder geval nog twee bijvoorbeeld? En de laatste, de grootte van de stroomsterkte. Dan kun je die beredeneren in een schakeling. Als je nou een schakeling hebt met vertakkingen. Dus ik heb hier even een, uh, een batterij. En uh, ik heb hier een, uh, een lampje. En daaronder heb ik nog een lampje. Ja, dan kun je iets zeggen over. Uh, of dit een parallelschakeling is of een serie schakeling. Het is een parallelschakeling. Omdat ze parallel staan aan elkaar. Er zijn vertakkingen. En die vertakkingen zijn hier. Um, ander kleurtje. Als ik een andere kleur erbij pak. Bijvoorbeeld groen. Wat kun je dan zeggen over uh, dit punt. Hier heb je bijvoorbeeld een stroomsterkte, dan noemen we even stroomsterkte 1 op dat punt. Uh, hier heb je nog een punt, dan noemen we even stroomsterkte 2. Iets harder duwen, nou nee, werkt ook niet. Oké, okay, ik ben alleen maar aan het selecteren. Blijkbaar kan ik niet zo dicht bij het tekenen. En 2, nou het wil niet. Ah, Hier is punt 2. Maak geen, uh, geen, geen fluis uit. Geen flauwzaus. Oké, okay, die twee punten. Um, en deze is gewoon verbonden, maar nu ben ik dan met de groene, want anders duurt het te lang. Alle stroom die naar lampjes, deze twee lampjes naartoe gaat, die moet door dit punt heen, want die moet weer terug naar de batterij. En alle stroom die hier vandaan wordt is verdeeld, dus de helft van de stroom gaat door dit lampje, de helft van de stroom gaat door dit lampje, als de lampjes gelijk in elkaar zijn. En uh, beide stromen komen weer door dit punt heen. Maar dat heb ik nu niet zo netjes getekend, dus dat is een beetje jammer. Uh, ik had even eigenlijk iets meer ruimte moeten pakken. Goed, we gaan door. Naar vandaag. We kunnen uitleggen wat het vermogen van een apparaat is. En die kunnen we ook berekenen. En we kunnen ook uitleggen waarom een apparaat met een groter vermogen meer elektrische energie verbruikt. Oké, okay, nou dat is het doel. En om daarin te komen gaan we eerst eens even kijken naar verschillende telefoons. En bij welke gaat de batterij volgens jou het snelst leeg? Is dat de telefoon die uh, zijn beginscherm laat zien? Is dat de telefoon die je op standby staat, of is dat de telefoon waarmee je foto's aan het maken bent? Nou, het snelst leeg gaat de batterij hier. En waarom die het snelst leeg gaat, daar gaan we vandaag naar kijken. En daarvoor hebben we het begrip energie nodig. Je mag energie opschrijven. De definitie met energie kun je iets doen. Je kan iets doen met energie. Nou, wat kan je doen? Een lamp laten branden, een trein laten rijden, etc. Je kan een computer ermee laten opstarten en, en aan laten staan. En je kunt ook uh, nadenken. Heb je ook energie voor nodig? En daarvoor eten we ons voedsel, daar halen we energie uit. Oké, okay, dus met energie kun je iets doen. Hoeveel energie per seconde wordt gebruikt, noemen we vermogen. Dus dat is een combinatie van energie en tijd. Welk apparaat heeft hier het grootste vermogen? En dan kan ik uh, even zeggen: deze laptop, daar wordt op gegamed. Kun je nu niet zien, maar daar wordt op, wordt op gegamed. En die gebruikt dan ook het meeste energie per seconde. Het is een groter beeldscherm en uh, die moet iets moeilijkere processen doen. Dus die gebruikt meer energie per seconde. Ze heeft een hoger vermogen. Ja, nieuw woord. Vermogen meet je in wat? Net als dat je spanning. Meet je in volt en stroomsterkte een beetje in ampère, meet je deze in watt. En dat heeft te maken met deze man, want die heten zo van zijn achternaam. Verder hoef je hem helemaal niet te kennen. En je kunt een watt kun je ook afkorten met een hoofdletter W. Apparaten die je gebruikt, die, uh, daar staat vaak op hoeveel uh, vermogen ze gebruiken. Hier bijvoorbeeld op het uh, kaartje staat dat deze stofzuiger uh, 750 watt vermogen gebruikt. Dan moet je wel even denken: hij heeft meestal meer standen. En hoe verder deze knop die kant op is gedraaid, des te groter en harder, uh, de harder de motor gaat draaien. Dus de harder de motor gaat draaien, des te meer vermogen, meer energie per seconde. Dus wat hier dan ook staat, is dan ook het maximale vermogen. Dus maximaal. Um, als je hem zachter zet, dan wordt het getal wat kleiner. Maar we rekenen gewoon met het maximale vermogen. Tenzij er anders is aangegeven. Hoe komen ze nou bij dat vermogen? Hoe bereken ik nou dat vermogen? Hoe komen ze nou bij die 750? Maar dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste heb je een bepaalde spanningsbron. Hier zie je dat er een spanningsbron is. En er zijn meerdere batterijen en die zijn allemaal in serie geschakeld. Kijk maar, de plus van de een zit op de min op van de ander. En dat is allemaal zo doorgegaan. Zo zit het ook in je afstandsbediening. En alles bij elkaar, elke batterij heeft nou, een spanning van 1,5 volt. Als ik die allemaal bij elkaar optel... Daar kom ik natuurlijk bij. 6 volt uit. Dus de totale bronspanning is hier 6 volt. Maar hé, hey, er gebeurt nog niks. De lamp brandt nog niet, want de stroomkring is nog niet gemaakt. En op het moment dat ik de stroomkring maak, hey, dan gaat de lading bewegen. Wat we stroomsterkte noemen. Uh, en dan de lamp gaat branden. De lamp gaat branden. Die kan zacht branden en harder. En je ziet dat als die minder hard gaat branden, dat dan de stroom ook kleiner wordt. En dat kan ik ook laten zien door even een stroommeter toe te voegen. Dus die gaat eigenlijk tellen weer hoeveel van die blauwe bolletjes er voorbij komen. Die zegt, nou, dat is in dit geval uh, 0,67. Ja, de spanning hey, die is nog steeds gewoon 6 volt. Daar komt hij weer. Ja, 6 volt. Dus de spanning is hetzelfde, dan zijn nog steeds evenveel batterijen. En dan zie je, als die stroom omhoog gaat, hey, dan gaat hij weer harder branden. Blijkbaar heeft vermogen te maken met de spanning op het apparaat en de stroomsterkte. Door het apparaat. En op wat voor manier dan? Nou, uh, als de spanning en de stroomsterkte allebei aanwezig zijn, dan gaat er een motortje draaien. En als ik de spanning groter maak, dan gaat die harder draaien. Heb ik net niet gedaan. En als ik de stroomsterkte groter maak, dan gaat die nog harder draaien. Als ik die spanning ook zo hoog hou. Ze zijn allebei van invloed en dat is een patroon, dat kan ik samenvatten in, dat je het vermogen kunt berekenen door de spanning keer de stroomsterkte te doen. Nou, dat kan ik korter schrijven. Ik kan namelijk schrijven, vermogen is gelijk aan de spanning keer de stroomsterkte. Dus vermogen is gelijk aan de spanning keer de stroomsterkte. Mooi. Um, hij kan nog korter, maar die hoef je niet op te schrijven. Vermogen, dat is dus in de eenheid wat, spanning was in volt en stroomsterkte in ampère. En die kortere formule, die hoef je niet te kennen. Dus hou het maar bij deze. Vermogen reken je uit door spanning keer stroomsterkte te doen. Die moet je onthouden. Nou, bereken het dan maar. Ja, bereken het vermogen dan maar. Ik heb wat gegevens. Die staan hier onder die ledlamp. Ik wil hem misschien gaan kopen En er zijn wat gegevens gegeven. Reken maar eens uit. Waar schroei je vast? Er zit een addertje onder het gras. Ik zit er uh, niet alleen onder het gras, maar het zit onder mijn hoofd. Er <laughs> staat hier uh, 220 mA. Oké, okay, succes. En dan komt nu het antwoord. Ik ga opschrijven. De spanning, niet u, maar spanning is gelijk aan 12 volt. De stroom is gelijk aan 220 milliampère. Maar hoeveel ampère is dat? Want we moeten het in ampère zetten. Nou, dat is, hebben we een les hiervoor al nagekeken, twee lessen terug alweer. Uh, dus dat moeten we drie lessen terug als de eerste trouwens, pardon. Dus dat uh, kunnen we gewoon omrekenen. Dat is 0,22 ampère. En uh, het vermogen mogen is dan gelijk aan de spanning 12 keer de stroomsterkte, 0,22. En dan komt eruit uh, 2,67,0. En welke eenheid hoort erbij? De eenheid wat. Dus zo kun je dat uitrekenen op de toets. Even kijken of dat klopt. Eh, hier zie je onder mijn hoofd komt het antwoord. In beeld, het klopt inderdaad. Dan, in welke telefoon is de stroomsterkte het grootst? We krijgen weer dezelfde telefoons te zien. Waar zal de stroomsterkte het grootst zijn? Nou, dan moet je even weten dat een spanningsbron, een batterij. Uh, ik teken hem even hier al als symbooltje, dat die heeft altijd een bepaalde spanning. Bijvoorbeeld 9 volt. En die blijft constant. Dus als het vermogen, als die energie per seconde groter moet zijn, ja, dan, kan er maar, dan kan er maar één ding die, groot, die, 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 die ervoor kan zorgen, is dat de stroomsterkte dus groter is. Dus bij deze telefoon is de stroomsterkte het grootst. En is ook het vermogen... Ook het grootst bij deze telefoon. Oké, okay, ik hoop dat je nu de doelen kunt beantwoorden. Je weet hopelijk wat het vermogen van een apparaat is: energie, de hoeveelheid energie per seconde die dat apparaat nodig heeft. Hoe je dat berekent? Nou, dat doe je door P. Uh, padapapa, dat heb je niet gehad. Dat doe je door het vermogen rekenen door spanning keer stroomsterkte te doen. En waarom een apparaat met een groter vermogen meer elektrische energie verbruikt. Ja. Uh, als hij meer energie per seconde nodig heeft, dan heeft hij over een, een hoeveelheid secondes meer energie verbruikt. Dat was de les. Ik, uh, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En uh, nog een fijne dag.